Leerdoel: Gouden Balansregel. Nu zal ik een vraag op het niveau eindbaas uitwerken met als onderwerp de Gouden Balansregel. Jumbo BV heeft afgelopen jaar voor een nieuw type vliegtuig een grote investering gedaan. Hiervoor is kapitaal aangetrokken in de vorm van een lening. Deze lening heeft volgens de bestuurder een te lange looptijd, waardoor Jumbo BV in financiële problemen kan komen. De current ratio van Jumbo BV betreft 2,0 en het vreemd vermogen betreft 20% van het totale vermogen. Gevraagd bereken de gouden balansregelratio van Jumbo BV. Vanuit de current ratio kan worden teruggerekend naar de gouden balansregelratio. Opvallend is dat de optelsom van de tellers van de current ratio en de gouden balansregelratio gelijk zijn aan het totaalvermogen van Jumbo BV. De optelsom van de noemers van beide ratio's zijn ook gelijk aan het totaal vermogen. Daarnaast is bekend dat de vlottende activa twee keer zo groot zijn als het kortvreemd vermogen. Dit kan worden afgeleid uit de current ratio van 2,0. Tevens is gegeven dat het kortvreemd vermogen 20% van de waarde van het totaal vermogen betreft. Eerst wordt er afgeleid wat het aandeel van het eigen vermogen en het langvreemd vermogen is in het totaal vermogen. Omdat het kortvreemd vermogen 20% bedraagt. Zijn het eigen vermogen en langvreemd vermogen samen 80% van het totaalvermogen? Aan de activa zijde weten we dat de vlottende activa twee keer zo groot zijn als het kortvreemd vermogen en dus 40% van het totaal bedragen. De vaste activa bedragen hierdoor 60% van het totale vermogen. Nu kan de gouden balansregelratio berekend worden door 60% te delen door 80%. Dit is 0,75 en het antwoord op deze vraag.